Wat doet Erik, 13e seizoen al van de Simpsons? Hebben we er nog eens 10? Absoluut. Nee, echt waar. Ik vind elk jaar vraag, vinden ze nu niet een andere naap die dat wil doen? Nee, ze vinden niemand. Er is echt niemand dat hij wil doen. Ze gaan naar de Steven en zegt, ja, zeg, je zegt niks. Doe ik niet. En dan was een Otto Jan Lam. En dan Jan Bekaus is ook geweest. Is het waar? En hebben ze nog, zoals William van Laken, allee, zo echt mensen echt denk ik, waarvan ze denken van ja, dan kunnen die dat niveau wat opkrikken. Maar ja, die willen dat natuurlijk allemaal niet. Dus 13e seizoen, de slimste mens. En dat wil ook nog gratis doen ook, hè, want je zou dan denken dat dat 13 keer gekregen en dan meer, wordt dan maar meer betaald om dat te doen. Men, nu, is gratis het waar? Doen. Ja, echt waar. Ja, ik ben echt blij dat ik gesponsord ben, als ik mijn eigen kostuum ook betaald. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik vind het heel, heel leuk. Ik kijk er geweldig naar uit. Ja, en het belangrijkste is altijd die gasten, allee, los van het feit dat je werkt met een ja, heel toffe redactie, die zich volledig smijten om dat programma zo goed mogelijk te maken, is het natuurlijk ook uitkijken naar die gasten. Voor mij is het belangrijk dat ik, ten eerste, ik doe dat heel graag. Ik doe dat ook maar 2 maanden per jaar, dat is ook belangrijk dat ik dat niet elke dag doe. Ik vind die combinatie van spanning en humor, ik vind dat echt perfect werken. Dat is het beste programma dat ik kan presenteren. Ja, nee, precies. Maar vooral, want ik maak mijn antwoorden nog heel lang. Uh-huh. Maar ja, dus, doe maar eens ook een knopje. Ik weet nog niet of het niet vol is. Nee, we gaan nog een stukje. Just dat van uw kaas. Dat van mijn kaas, ja. Nee, zo gasten, het zijn 34 gasten, waarbij je elke ochtend, ik wil uit mijn bed komen, s'morgens, want dat is op 53-jarige leeftijd, dat is al een beetje een opgave, dat ik denk van... Oei, 53, ik zou jonger geschat zijn dan Erik. Kunnen we deze dame een eigen programma geven bij 4? Ja, misschien was je zelfs... Maar dat is misschien door het zonlicht, ik dacht dat grijs haar niet zo goed ziet, dat zon een beetje ruim maakt. Ja, maar één grijs haar. Eentje, pak twee of is er vandaag niet? Heb ik het weggepaint? Nee. Goed, ja, zo antwoord ik natuurlijk op geen één vraag. Maar zeer veel dank dat je mij maar 52 schat. Ja. Ik ben exact zo oud als Tom Cruise. Is het waar? Ja. Echt maar je bent toch groter? Of doe je ook van niet verhoogd gezien in je schoenen? Niet verhoogd gezien in mijn schoenen, maar hij is, ja, ik ben niet groot. Ja. Nou ja. Ik heb hem ooit ontmoet en hij gaf mij een hand en ik zag, het was heel leuk dat je, al ik zei dat natuurlijk niet. Maar ik zeg hem, ik zeg Tom, zeg maar. Ja. Dat heb je gezegd, dat was zij. Wat zei? Ja, die lacht altijd. Hè. Dat is Scientology, trouwens, lacht ook niet. Nee, ik ben exact zo oud als Tom Cruise. Het verschil is dat hij om vliegtuigen hangt. En dat ik heel veel moeite zit om hier in een strandstoel te zitten en er straks terug uit te raken. Maar voor de rest, ja, ik zie nauwelijks het verschil. Ja, zwaar, hè? Ja, zwaar. Dus we zijn daar. We zijn afgeweken. Nee, ik wil 's morgens uit mijn bed komen, wat zeggen dat mijn leeftijd geen sinecure is, en denken van, vandaag komt een BMW, tof. Ja. En dat is hetgeen wat je elke dag opnieuw wilt, en dat is... Ja, en van wie verwacht je nu echt veel? Ja, dit seizoen. Ja, ik denk dat maar van zo de kandidaten die dat er al zijn. Die, zo op een... Ja, ja. Journalisten naar op zoek zijn gegaan, en dan... We hebben daar niks mee te maken. Nee. Ja, dat is ook niet erg, dat er moeilijk verlangen. Dat Pim Kleisters na al die jaren dat je zelfs niet bij Pim Kleisters geraakt om een vraag te stellen. Als die dan plots zegt van ja, ik doe mee en Pim Kleisters is een wereldster. Ja, Tom Cruise is niks aan nee, Pim Kleisters. En Pim Kleisters is bovendien jonger en groter. Ja. Veel groter. Pim Kleisters is zelfs groter dan ik. Ja, dat is groter. Ja, dat is groter dan ik. Cool. Maar dus van haar, verwacht je van haar veel? Ik verwacht van haar heel veel. Hij heeft ons ooit teleurgesteld. Met een of andere Grand Slam of zo, waar ze iets, waar ze Justine en Naad moeten kort weken in plaats van. Team Kleisters, dus daar. Ja, Team Kleisters, maar gewoon, er zitten heel veel. Bart Verhagen, de baas van Club Brugge en van Uplays, dat er weliswaar nog niet staat. Club Brugge staat er ook nog niet helemaal, maar dat komt wel. Allee, zo, ja, echt. Daar staan van Sam Mang, die is toch wel de zanger van het jaar is. Ik bedoel, alle mensen die nog niet bekend gemaakt zijn. En ook mensen die voor ons nog minder bekend zijn. Ja, gewoon heel veel mensen waar je denkt van dat wordt plezant. Of dat wordt triestig, nee, triestig wel. Of dat wordt spannend. Ook je weet ook weer dat er weer mensen gaan zijn zoals vorig jaar Adil El Arbi en Marc-Marie Huibrechts. Die nu wereldsterren zijn in Vlaanderen. Ja, en die geweldig tof zijn. Zeker. En die nu nog compleet onbekend zijn. Ook dat soort mensen zitten erin. Dus ik. Ja, het klinkt wel alsof ik promo maak voor mijn eigen programma, wat ik natuurlijk ook doe, maar het is mijn kijk er echt naar uit. En nu, de vrolijkheid neemt bereikt hoogtepunt, omdat er iemand met hapjes komt, dus mijn eigen kostuum. Ja, dat is waar. Ja. Ik
kostuum ben betaald. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik vind het heel, heel leuk. Ik kijk er geweldig naar uit. Ja, en het belangrijkste is altijd je gasten. Allee, los van het feit dat je werkt met een ja, heel toffe redactie, die zich volledig smijten om dat programma ja, zo goed mogelijk te maken, is het natuurlijk ook uitkijken naar die gasten. Voor mij is het belangrijk dat ik, ten eerste, ik doe dat heel graag. Ik doe dat ook maar 2 maanden per jaar, dus ook belangrijk dat ik dat niet aan het dag doe. Ik vind die combinatie van spanning en humor, ja, dat echt perfect werken. Ja. Dat is het beste programma dat ik kan presenteren. Ja, nee, dat is die. En, ja, maar vooral, want het maakt mijn antwoord nog heel lang. Maar ja, pas. Doe maar eens, ook in ook niet. Zelfs geweken. Nee, ik wil 's morgens uit mijn bed komen, wat zeggen dat mijn leeftijd geen sinecure is, en denken van, ah, vandaag komt een deel mee, tof. Ja. En dat is hetgeen wat je elke dag opnieuw wilt, en dat is... Ja, en van wie verwacht je nu echt veel? Ja, dit seizoen. Ja, ik denk dat kan ik maar van zo de kandidaten die dat er al zijn. Die zo, dat, die ja. zo op een... Ja, ja. Journalisten naar op zoek zijn gegaan, en dan... ja. We hebben daar niks mee te maken. Nee. Ja, dat is ook niet erg, dat er ja, het verlangen... Dat Kim Kleisters na al die jaren, dat je zelfs niet bij Kim Kleisters geraakt om een vraag te stellen. Als die dan plots zegt van ja, ik doe mee, Kim Kleisters is een wereldster. Ja, zwaar. Tom Cruise is niks, hè. Nee, Kim Kleister 50 schat. Ja. Ik ben exact zo oud als Tom Cruise. Is het waar? Ja. Echt maar je waar. Bent toch groter? Of doe je ook van die verhoogstjes in je schoenen? Nee, verhoogstjes in mijn schoenen, maar hij is, ja, ik ben iets groter. Ja. Ik heb hem ooit ontmoet en hij geeft mij een hand. En ik zag, het was heel leuk dat je, well, ik zei dat natuurlijk niet, maar ik zag hem en ik zeg, Tom, zeg maar. Dat heb je gezegd dan wat zei ze. Wat zei ja, die lacht altijd, hè. Dat is Scientology, er altijd lachen. Nee, ik ben exact zo oud als Tom Cruise. Het verschil is dat ja, hij om vliegtuigen hangt. En dat ik heel veel moeite zit om hier in een strandstoel te zitten en straks nu uit te geraken. Maar voor de rest, ja, ik zie nauwelijks het verschil. Ja, dat is waar, hè. Ja, dat is waar. Maar, dus we zijn ouders, de... Nee, we gaan nog een stukje. Just van uw kousen. Van mijn kousen, ja. Nee, zo gasten, het zijn 34 gasten, waarbij je elke ochtend, ik wil uit mijn bed komen, s morgens, want dat is op 53-jarige leeftijd, het is al een beetje een opgave. Ik denk van, oei, 53, ik zou jonger geschat zijn, Erik. Kunnen we deze dame een eigen programma geven bij 4? Ja, misschien was je zelfs... Maar dat is misschien door het zonlicht, ik dacht dat de grijze haar niet zo goed ziet. Dat was zonder een beetje eentje, of is er vandaag niet? Heb ik het weggepaint? Nee. Goed, ja, zo antwoord ik natuurlijk op geen één vraag. Maar heel veel dank dat je mij nog 2 maar kent. Dus, Erik, 13e ja. seizoen al van de Simpsons. Dat is er nog eens 10. Absoluut niet. Nee, echt waar. Ik vind elk jaar vragen. Vinden ze nu geen andere naap die dat wil doen? Nee, ze vinden niemand. Er is echt niemand dat wil doen. Gewoon een Steven zegt, ja, zeg, dat doe ik niet. En dan als een Otto Jan Lam en dan... Jan Bekaus is ook geweest. En hebben ze nog, zoals William van Laken, allee, zo echt mensen, echt denk ik, waarvan ze denken van ja, dan kunnen die dat niveau wat opkrikken. Maar ja, die willen dat natuurlijk allemaal niet. Dus 13e seizoen, slimste mens. En dan kun je ook nog gratis doen ook, hè, want je zou dan denken dat 13 keer, ik wordt dan maar meer betaald om dat te doen. Nu, is het waar? Ja, echt waar. Ja, ik ben echt blij dat ik gesponsord.